Wouter, weer van harte welkom en ook natuurlijk van harte gefeliciteerd met je nieuwe betrekking. Maar je begrijpt, wij waren teleurgesteld. Want? Karin Bloemen, Prem, Marco Borsato. Wij hebben niks ontvangen. Hoe kan jouw e-mailadres is ook wereldkundig gemaakt per ongeluk, hoor. Is dat zo? Niemand was erin geïnteresseerd, denk ik. Je hebt er wel in gestuurd. Die anderen waren kennelijk veel interessanter, ja. Ja, van Johan heb ik het niet en van René ook niet, maar jouw volgens mij wel. Nou, die is dan waarschijnlijk gespamd of zo, want die is niet binnengekomen. Ja, je weet beneden waar je staat. Ja. Weet je waar ik me wel een klein beetje aan stoorde? Gisteren zat ik dat interview van Snijder in het AD te lezen. Mm-hmm. En dan lees ik dat hij om 6:30 moest vliegen. En dat hij om 4:15 is opgestaan. En dan denk ik, welke gek geworden idioot van de KNVB... Ja. Gaat voor een speler een vlucht regelen om 6:30 ochtends, Johan... die tot 10:00 een wedstrijd gespeeld hebt tegen Juventus. Dan ben je toch helemaal gek geworden. Onder het mom van, we moeten wel als team bij elkaar... en we kunnen een teamproces niet, dan denk ik... dan zeg je toch tegen zo'n jongen, slaap lekker uit tot 10:00. Ja. Neem lekker een ontbijtje met Jolante. Ga nog even de stad in en neem het vliegtuig van 4:30. Mm. Dan ben je om 6:30 in huis, dan schuif je aan, dan gaan we lekker eten. Ja. En dan gaan we de volgende dag gaan we weer trainen. Maar welke gek gaat hij... Ja, maar dat is natuurlijk de teamleider, meneer Jorritsma. Ja, maar Johan, kom op. Welke dwaas laat zo'n jongen 4:15 opstaan? Als je personality hebt, dan zeg je dat zelf. Dan zeg je, ik kom, maar tegen het avondeten ben ik het. Ja, maar dan is weer het gevaar aanwezig dat wij aan deze tafel roepen... dat hij weer van tegen heeft. Nee, dat zullen wij nooit roepen. Ja, ik heb ook geroepen bij toen het Nederlands elftal in Zuid-Afrika speelde... laat die jongens die je rust geven in die derde wedstrijd lekker in het hotel. Laat ze lekker gaan zwemmen, laat ze lekker gemasseerd worden. Je moet het vliegtuig uit de tribune, op de tribune af. Schijt toch uit. Vuvuzela mee en nee, zo. Maar daarom, als je nou nagaat. Ik bedoel, Snijdertje schreef... ik was laat thuis naar Juventus, ik kan moeilijk slapen... en ik moest er om 4:15 alweer uit. Denk ik, dit is toch van de gek. Ja, en hij heeft ook veel problemen aan zijn hoofd, met die financiële problemen natuurlijk. Ja, maar Wilfred, dan zeg je tegen die groep... zeggen jongens, dat ventje hebt daar gisteren gespeeld tegen Juventus... die komt vanmiddag om 5:00. Zou er dan ineens een vinger op steken van, daar ben ik tegen? Dat zal toch zeker niet? Piet Veldhuizen. Ja, maar ik vind dat... Als ik dat lees, dan denk ik... Van de gekke, joh. Ja, maar slaan nergens als op. Ik naast Jolante zou liggen... en dan zou ik de wekker mooi laten lopen. Ja, rot op. Ik moet tot mijn grote genoegen zeggen dat ik... persoonlijk Nigel de Jong absoluut niet gemist heb, hoor. Want ik vind... Van Marwijk, het is nobel om je spelers te beschermen... maar er wordt nu zo'n nadruk gelegd op dat het zo'n aardige jongen is. Ik denk dat die jongen in Engeland in het ziekenhuis met die dubbele breekt daar heel anders over denkt. Wat nou aardige jongen? Die jongen is een professional en die misdraagt zich structureel. Niks aardige jongen. Nou, hij is wel aardig. Hij Hitler kan nog steeds was ook heel aardig voor Eva Braun en voor zijn hondje. Hallo. Ja. Maar ik vind nou het vergelijk tussen iemand... Ja, nou, die vergelijking gaat misschien een beetje sterk. Nou, die vind ik toch. Ik wil niet moeilijk een doen, beetje maar. Ja. Ja. Een maar, beetje. Maar het is natuurlijk niet onder noemen aardige jongen te zitten. Nou ja, goed, het is een aardige jongen. Ik bedoel, als je meemaakt, is het gewoon het heel aardig. Het is een aardige jongen die de controle achter het is een aardige jongen die structureel mensen ernstig blesseert. Dus ja, dan vind ik het aardige jongen niet meer tellen. Dat wou ik eigenlijk duidelijk maken. Ja, dat bracht je een beetje om iemand een Tweede Wereldoorlog te laten veroorzaken. Of inderdaad, dus een beetje. Mario zal Pieter Zwart toch niet in de tweede opstellen... omdat hij zo goed functioneert bij Feyenoord. Nee, hij heeft een redelijk contract getekend. Daar hebben ze achteraf misschien ook wel een beetje spijt van. Een Peter Bos-contract. Geen Wouter Bos-contract. Geen misverstand over dat. Hou me hier buiten. Hou me hier buiten. Peter Bos zal elkaar niet veel ontlopen. Die zijn wat hoger namelijk. Die Peter Bos-contract. Nog hoger, ja? Ja, die heeft natuurlijk daar financiële spoor van vernieling nagelaten. Want alle grootverdieners hebben met Bos in die tijd contracten afgesloten. Maar heeft Bos dat nog afgesloten? Andere Bos. Nee, Bieser Zwaar heeft anderhalve wedstrijd goed gespeeld... en kreeg toen meteen voor 3 jaar een miljoenencontract. Maar heeft Peter Bos dat nog gedaan? Weet je het zeker? Of is dat daarna gebeurd met... Nou, ik weet het vrij wel zeker, hoor. Ja? Gaan we toch even nakijken. Zo. En als het niet zo is, dan meld je het gewoon niet in deze uitzending. Nee, nee, wel zonder Peter Bos. Ja, weet je dat? 100%, ja? Tuurlijk. Ik zit toch even aan de twijfel. Dat was na dat toernooi, toch? Nee, maar nu gaat hij het navragen, hoor. Vraag maar even over je oortje. Nee, ze horen toch wat ik aan het zeggen ben. Ik vind het altijd wel mooi, hoor. Die hele teams die dat allemaal, ja... Wij zagen jou staan net daar, gewoon voor de wedstrijd en zo. Meezingen en... Maar dat is uniform aan, alles. Ja. Nee, maar ik vind het gewoon mooi als zo'n team daar arm in arm staat en het volkslied. En ze ook echt alle woorden kennen. Dat, nou, vind ik dat mooi. Heb ik nou helemaal dat zou niet. Ik moeten vinden. Bijvoorbeeld als ik op Koning in de dag even naar de bakker moet en er is een obade en een volkslied. Eerlijk gezegd, ik voel me geen slechte Nederlander, maar het doet me niks. Ik ga echt niet mee staan te zingen. Ja, mij doet het wel wat. Ja. Ja. Maar wat doe jij als je in het stadion bent?
En het volkslied wordt gezongen. Zing je dan mee? Nee, ik zing niet mee. Nee. Dan heb ik het idee dat 60.000 mensen naar me kijken. Maar ze horen je niet. Ik bedoel, dat scheelt. Nee, maar dat heb ik helemaal niet. Nee. Ja, ik zing wel mee, hoor. Nee. Ja, nee. Dat vind ik gewoon mooi. Johan, ja, niet op het een of ander, maar de eerste keer heeft Pieter Zwaar getekend onder Mark Wotte. En de tweede keer heeft hij getekend onder Leo Beenhakker. Al moet ik erbij zeggen dat Peter Bos het nog wel een beetje gang gezet heeft. Maar Beenhakker heeft hem uiteindelijk vastgelegd. Maar wat je nu zegt is niet waar. Want ik kom namelijk vanmiddag daar vandaan. En Bos heeft alles rond het nieuwe contract getekend. Dat dus zei Beenhakker, of niet? Nee. Je kunt nu wel bij de hand gaan zitten doen. Maar voordat ik hier zat, zat ik bij TV Rijnmond in een uitzending. En daar hadden ze alle paparazzen en alle beelden hadden ze daar. Dus Bos heeft het helemaal... Kun je voornaam erbij blijven noemen? Want... Peter Bos, met SS. Ja, die heeft er een rotzootje van gemaakt, als ik jou zo hoor. Ja. Nou goed, ik bedoel, hij heeft uiteindelijk getekend onder Beenhakker... maar als jij beweert dat het onder Bos is, dan onder Peter Bos, laten we het daarop houden. Johan, je bent vroeger vrij christelijk opgevoed, heb ik begrepen. Ja, kun je het nog zien? Nou ja, goed, in de uitvoer misschien een klein beetje. Maar je hebt het een beetje achter je gelaten, toch, inmiddels? Ja. Ja. Ik heb er niets meer mee. Nee. Dan moet je toch met enige verbazing, misschien ook wel verrassing... afgelopen weekend naar de kerkdienst van de RKK hebben gekeken, of niet? Nou, het is wel eens dat ik je uitzending oversla. Ja. Oh, nou ja, misschien moet je maar even meekijken. Ik zat zondag te kijken, want ik kijk natuurlijk altijd, dat begrijp jij. En dan werd er het volgende gezegd over dit programma. Gewoon een heel triviaal iets, voetbal. Maar die trivialiteiten zijn vaak de leuke dingen van het leven. En het is gewoon een gedraaid leuk spelletje. Zelfs die praatprogramma's, voor zover het kan, kijk ik er allemaal naar. Huh? Ja, hoe lang ze ook doorsabbelen. Ik volg het met plezier. En wat is het meest populaire? Vindt u Voetbal International leuker dan Studio Voetbal? Ja, Voetbal International vind ik een stuk leuker, ja. Een stuk aangenamer. Ze hebben verstand van zaken, ze nemen zichzelf niet al te serieus. Dat scheelt ook een hoop. Gewoon buitengewoon aangenaam. Te kijken was trouwens met de WK eigenlijk gezelliger dan sommige wedstrijden zelf. Maar goed, dat is een andere zaak. Ja. De hulp is God van Den Bosch, joh. De heer is met ons. Het is een Bourgondier, joh. Maar misschien zouden al die katholieke geestelijken zichzelf ook wat minder serieus moeten nemen. Dan zou de wereld een stuk van opklaren, denk ik. Ja, je pakt gelijk de positieve kant eruit, inderdaad. Ja. En. Nee, maar als die jongens wat leuks over je zeggen, wil ik wat leuks terugzeggen. Ja, hè? Dat lijkt mij ook, inderdaad. Hij kijkt nee, maar het lijkt me een hele sympathieke man. Ja, hè? Dat wel. Oké, okay. Maar goed, de heer is met ons. Dat is altijd fijn om te weten. René, Jong Oranje morgen. Twee wedstrijden, Jong Oekraïne. Wat denk jij? Corpot gaf het aan, inderdaad. Het is nu inmiddels Cor van Gaal geworden. Nee, maar buiten misschien Johan, maar dat doen wij allebei. Ik neem Corpot wel heel serieus. En, ja, wie neemt nou in godsnaam Corpot serieus? Kom op, hè. Behalve Corpot zelf misschien een beetje, weet ik het ook niet. Nee, maar ik moet zeggen dat ik die... ik heb die wedstrijd tegen Spanje uitgezien. En het is niet zo dat ik me zit te verheugen op morgen 7 uur. Maar ik verheug me best wel op die wedstrijd van Jong Oranje. Vind ik helemaal niet onaardig om naar te kijken. En het kasteel is uitverkocht, ja. Hè? Heel gek, bij het Nederlands elftal. Half stadion, dit is een vriendschappelijke wedstrijd. En vol. Ja, nou ja, goed, het is wel, kasteel is misschien weer klaar. Inmiddels een vraag voor jou, Johan. Bas Adenkerk uit Laar. Louis van Gaal heeft nu zijn boek in Duitsland gepresenteerd. Is het zo langzaam niet tijd om voor jou om ook eens een boek te gaan schrijven? Een beetje zo'n pil als deze, zeg maar. Die meneer die kan naar de toekomst kijken, maar dat doe ik pas wanneer ik dus uit de voetballerij stap. Oh, je gaat het wel doen? Je gaat vernietigend uithalen? Het is mij aangeboden en we hebben nu zelf een uitgeverij. En, fantastisch. Ik ga dan alles vertellen, dan zullen de mensen echt weten hoe irritant jij was. Ja, dat gaat echt gebeuren. Dan kun jij de klok op gelijk zetten, Wilfred Gené. Oké, maar wat vind je ondertussen van de Duitse versie van Lieber Fußballsfreund? Ich möchte mich bei allen bedanken, dass es mir ermöglicht haben, zu dem zu werden, die ich heute bin. Nou, als je zo'n mooi pakket maakt, hè, zoals Louis gedaan heeft... wat moet je dat dan laten doen door vakmensen? En wij hebben bij de buitenspelers die vakmensen. We hebben prachtige boeken over Cruijff gemaakt... van Hanegem, Feyenoord, FC Utrecht. We hebben echt aangetoond... Dat het is een commercieel programma dit, hè? Dat weet je. Dat mag niet eigenlijk. Wat zeg je? Nee. Ik mag toch gewoon feiten noemen. En Louis die denkt weer dat hij het beter kan. Die heeft zelf dit ter hand genomen. En dan steek je er veel tijd in. En dan uiteindelijk komt het resultaat. En dan doe je het in zo'n mooi doosje. En het zijn twee flutboekjes. Het is absoluut... Ik heb ze intensief gelezen. Ik had er veel van verwacht. Zijn voetbalvisie wordt niet boeiend weergegeven. Het is oppervlakkig. Voor hetzelfde geld had dit
heel goed gekund. En daarom vind ik het jammer dat hij dit niet gedaan heeft. Want hij heeft verstand van een team bouwen, maar hij heeft absoluut geen verstand van een boeiend boek maken. En hij denkt, en dat is een fout dat hij alles kan, en dat is een misvatting. Ja, dat heeft hij nu aangetoond. Hij maakt een trots indruk toen het van de week gepresenteerd werd. Dus in dat opzicht. Maar ja, hij is te eigenwijs om toe te geven dat dit kwalitatief 100% beter had gekund. Ja, maar op dit moment, hij had misschien iets eerder moeten doen, hè? Aan het begin van dit seizoen, toch? En wij hebben het aangeboden toen. Wij wilden het maken. Oh, maar toen hij hoorde dat de heren Derksen en Hugo Borst erbij betrokken waren, toen verging hem natuurlijk alle enthousiasme om daar aan mee te werken. Je denkt echt dat dat zo diep zit, dat die kwaliteit dan niet boven Nee, daar sloeg hij heel rechtlijnig in. En dat mag, hoor. Ja, maar wat is jouw indruk, Wouter, als je zo die boeken doorkijkt? Zo'n eerste indruk? Ja, ik moet er enorm om lachen. Want je ziet de Louis van Gaal altijd met zijn enorm klapblok op zijn schoot op de bank zitten. En hier zie je al die tekeningetjes die op dat klapblok gemaakt heeft. Weet je, en dan staat er een oefenspelletje van eerst van 3 tegen 4. En dan 2 bladzijden staat 4 tegen 4. En dan wordt eerst uitgelegd dat het verschil is tussen 4 tegen 4 en 3 tegen 4. Namelijk dat er 1 iemand meer meedoet. Oh, oké. Okay. Dat is echt hoe het loopt. Dus ik vind het eigenlijk wel redelijk hilarisch. En volgens mij laat het ook een beetje zien. Ik bedoel, dit werkt volgens mij ook alleen als Van Gaal het persoonlijk ongeveer aan je overdraagt. En niet als je het in een boek leest. Want dan ga je er ontzaglijk om lachen. Tenminste, ja, ik. Ja, maar in dit hele deel, dit hele tweede witte deel, vindt hij het waar. Nee, hij vindt het wagenwiel uit. Ja. Iedere trainer lacht daarom. Nou ja, dat zal toch wel een beetje meevallen. Dus hij wordt er toch het valt helemaal niet een beetje mee. Nou, hij wordt er toch wel in gekozen, mag ik aannemen. Nee, hij wordt er niet in gekozen, want hij is niet te kozen. Want allerlei mensen die verstand hebben van boeken maken, die hebben hem dat aangeboden. Maar hij heeft jouw verkoopcijfers eronder of zo, omdat je zo fel bent? Nee, helemaal niet. Nee, maar als wij... Hij heeft 30.000 in Nederland verkocht, zegt jawel, hij zelf. Maar goed, als wij het gemaakt hadden, hadden we echt een bestseller ervan gemaakt. En nu wordt datzelfde matige boek nog een keer in Duits vertaald. En moet je luisteren, ik zit niet te wachten op Louis van Gaal zijn boek, want dit had ik niet eens uit willen geven. Nee. Maar goed, ze kijken niet naar dit programma. Ja, alhoewel, sommige mensen natuurlijk wel. Dus als die dat horen, zullen ze misschien twijfelen. Maar de meeste mensen... vind het wel mooi dat bijna, weet je, dat Duitse grote wat ze ervan maken. Vision, von, Louis. Dat zeg maar niet von Gaal, hè, maar dit is echt... Het is, ze maken het zo groot. Hij denkt nog steeds kampioen te kunnen worden. 13 punten achter op dit moment, maar ziet het nog helemaal zitten. Ook, denk ik. Ja, maar dat sluit ik ook niet uit, want... Dat kan die wel. Ja, als Ribéry en Robben weer mee gaan, dan roep je dus steeds anders. Wordt het echt... Ik zou er al geld voor over hebben om gewoon een avond te organiseren en Louis uit zijn eigen boek voor te laten lezen. Lijkt jou dat niet heerlijk? Dat hij helemaal denkt van, hé, zalig, weet je wel. Heerlijk uit mijn eigen boek voorlezen. Nou, heeft hij vanmiddag gedaan, hoor. Vanmiddag in Frankfurt heeft hij voorgelezen. Hij gaat zijn eigen boek voor lezen? Zit er nog waarschijnlijk, maar die wedstrijd werd op een gegeven moment gespeeld. Dat had Louis niet door, maar... Heeft hij hem uitgelezen of stukjes? Stukjes. Of zit hij nu nog te lezen? Ik krijg nu door dat Sylvie ernaast zat, maar ik neem aan dat het een grap was. Goed, dat, nee, die was er ook. Oh, die zat er echt naast, hoor ik net. Dus, ja, het is een gekkenhuis inderdaad. Over Duitsland gesproken, die speelde vanavond de absolute toppen natuurlijk tegen Turkije. 3-0, man. Ja. Ja, dat is lekker dit. Nee, René voert de spanning wel op. Ja, nee, dan weet je gelijk hoeveel het geworden is. En bedankt.